ben een dik 15 jaar ben ik verslaafd geweest aan cocaïne. En van mijn 18e tot mijn 30e heb ik dat altijd stiekem gebruikt, dat niemand in mijn omgeving dat wist. Nou, rond mijn 30e zijn ze achter mijn geheim gekomen en toen wist eigenlijk iedereen dat ik verslaafd was en zo. En toch bleef ik altijd ontkennen. Toen ben ik heel erg depressief daarna geworden, omdat ik kreeg altijd een kick als ik gebruikte en zo. Maar meestal deed ik het ook om stoer te doen. Ik heb 3 keer in de afkikkliniek gezeten. Ik heb daar hele slechte dingen meegemaakt, zelf door mijn eigen school, by the way. Ik heb ook slechte ervaringen met psychiaters gehad, wat gewoon zich helemaal niet gelijkwaardig opstellen of zoiets. Dat ik en ik heb altijd een autoriteitsprobleem gehad. En daar voelde ik dat ook weer. Dus ik heb vaak aanvaringen gehad met psychiaters vroeger. Vaak gesepareerd geworden, opgesloten gezeten en zoiets, psychotisch geweest. Na 3 keer opnames, toen ben ik voor de eerste keer ben ik een aantal maanden clean geweest. Toen ben ik eigenlijk heel erg aan mezelf gaan werken. Jarenlang moeten knokken, met vallen en opstaan, heel vaak terugvallen gehad. Ik ga hier ook niet zeggen, ja, doet me niks en zo. Weet je, eenmaal verslaafd, altijd verslaafd geloof ik niet in, maar eenmaal verslaafd, altijd verslavingsgevoelig. Kom cocaïne is gewoon een onderdeel van mijn leven geweest. Ik ben zelf vroeger nooit serieus genomen en zo. Ik heb best wel dingen afgelopen jaren meegemaakt dat ik merk dat jongeren ook niet serieus worden genomen. En vooral dat ik verhalen hoor dat dakloos, snap je? Dat kan toch niet, man? We zijn in 2017 en zo. Dat is een soort ander dakloos. En daar maken we echt zorgen over. En dat ook heel veel jongeren eenzaam zijn. We investeren in, met alle respect, in oudere mensen, eenzaamheid bij oudere mensen. Maar hoeveel jongeren echt eenzaam zijn, dat kunnen we elkaar niet voorstellen. En dat, ja, en ik weet niet, mijn hartje begon sneller te kloppen. En ik dacht, ik wil voor die doelgroep opkomen en zo. En dat, ja, vandaar dat ik zo mijn passie wel heb gevonden en zo. I've known Mario for 6 months now. We worked together at Levanto specifically for the project Into Your Place. And what we really ask for Mario is to be that middleman between institutions and youngsters. And that's what he does. He runs around Maastricht, he drives around Maastricht on his scooter. And that's what he knows and does best. Dat is eigenlijk gewoon heel fout gelopen, omdat ik heel makkelijk beïnvloedbaar ben.
ben ik in een groep met 20 jongeren terechtgekomen dat drugs gebruikte en zoop van hier tot in Tokio. En dat heeft heel veel slechte invloed op mij gehad. Het eerste half jaar lag ik op bed en deed ik niks. Oorspronkelijk moest ik verder gaan met school, maar dat heb ik toen stopgezet. Omdat ik werk had waar ik niet werd betaald. En dus ik zat op mijn bed en ik deed eigenlijk niks. Ik sprak met niemand omdat ik mezelf wou beschermen van de rest. Ze hebben mij één keer met 5 man gedwongen om een joint te roken. Maar dan eentje waar een hele gram in zat. Waardoor ik een hele nacht lekker alles onder heb zitten kotsen. Dat was een van mijn minst leuke ervaringen die ik heb gehad. I'm 21 years old and I've lost already my home 21 times. Yeah, it's stressful. I can say everything with a laugh because mostly I laugh things away. But it's really stressful. Like I can, when I sleep there at Moveo, I can close my eyes and I sleep with one eye open because you get to hear some stories like you really don't want to hear. So you get some of sleep, like 2 hours or 3, and then you have to wake up at 8 o'clock, and then you need to go away out of there. But I go to the library, or I go to the, therefore I went to go to school to do my exams, and that's kind of things. Doe het. Ga maar 2 dagen op station slapen. Dan hoor ik het vanzelf al. Nachtmerrie. Het is een nachtmerrie. Je ligt daar om 4 uur 's nachts in de kou. Ik had weet ik hoeveel kleren aangedaan. Ik had mijn rugtas bij. Twee joggingsbroeken met een broek. En 6 paar sokken aan. 2 t-shirts met 2 truien, een vest en een jas aan. Ik kreeg het niet warm. Ik kon daar liggen. Ik kreeg het gewoon niet warm. Ieder geluidje wordt wakker. Je denkt gewoon toch wel even van, niet dat je daar wordt neergestoken of wat dan ook. Je weet niet wat voor mensen er langs lopen. Of iemand die wat gaat bestelen of wat dan ook. Je weet het. Zelfs voor Maastricht en zelfs voor het station. Ik vond het nog steeds geen fijne gedachte. Ik vond er ook, zelfs ook in Sint-Pietersberg, daar werd ik weer gek van de gedachten van de dieren, van de insecten of wat dan ook, wat daar rondloopt. Maar nee, straat is niks voor mensen, dat moet je niet doen. Je moet er echt heel goed voor in je schoenen staan. En aan de ene kant had ik dat wel een beetje, maar ook ik had zware nachten af en toe. Je gaat bij andere mensen slapen, dus dan sta je niet technisch op straat. Dan leef je bij iemand anders. En de jeugd weet vaak niet waar ze terecht moeten, dus ze gaan bij vrienden. En dat is het. Gemeentes skippen ze vaak. En als ze bij de gemeente gaan, krijgen ze vaak niet genoeg uitleg. Of de uitleg die ze willen hebben. Bij wijze van dat ze bepaalde dingen willen weten. En die antwoord krijgen ze dan niet. Dan zeggen ze van ja, oké, doei, ciao. Dakloos is als je totaal geen dak boven je hoofd hebt. En dan heb ik het over weer dat je echt in het park slaapt of op de stoep of zo. En thuislozen, wat wel heel vaak hier voorkomt in Maastricht, maar in heel Nederland, geloof me maar. En,
En dat zijn jongeren eigenlijk van het ene vriend naar de andere vriend springen. Of van bij de oma naar de ooms, tantes en bij de andere vrienden enzovoort. En dat zijn thuislozen. En daar hebben we meer mee te maken dan met de echte daklozen. When somebody becomes homeless, the whole world changes. If you go to the police and you say, I'm homeless, they refer you to your home physician. From that point on, you get connected to an institute who specializes in youngsters or specializes in homeless people. That can be anything from Jekerszicht to Liggershuis. It depends a bit on the personal story of that young one. And that's how it starts. And you get closer and closer to some sort of a... Segway home where you get to stay for a few months to get your stuff in order. And sadly, that route sounds simple, but it's really a struggle for the youngsters because they do not have faith in themselves, let alone in the system. Een beste vriendin is in de gemeente geweest. Zij was te knap volgens de gemeente om te denken dat zij op straat stond. Ze zag er gewoon netjes uit en zo. Dus jij bent niet dakloos. Moet je als een zwaar voor uitzien om dakloos te zijn? Moet jij je reputatie als jeugdige, als je gewoon netjes bent opgevoed, moet jij daar echt zo smerig uitzien om op straat te staan? Moet jij per se op straat staan of ga je dan niet gewoon slim wezen en ga je bij vrienden slapen? Dus het is heel moeilijk en dat weet de gemeente ook niet. So if they are not sure and you don't have a label on you, they see you as a normal person, like without having traumas, without having addictions or nothing, you know. So if you don't have a label, you kind of normal, you know. And when you're kind of normal in this state and when you're kind of normal doing, sorry, but you're having no chance for any help. So I say it hard, but it's true. This is Netherlands. This is Netherlands. You have to have a label to get help. You don't have a label, you're getting help nowhere. Omdat sommige sociale werkers zich eigenlijk opstellen een beetje dat ze boven hen staan en dat ze eigenlijk soms heel erg geleerd overkomen en weet je, dat heeft geen meerwaarde voor die jongeren en zo. En ik merk dat bij sommigen altijd overleggen zijn over jongeren en zo. En, ja, dat irriteert soms dus voor de jongeren. Ja, dat ze weer over ons te praten, wij mogen daar zelf niet beter zeggen. We hebben Even, ik wil ook helemaal niet negatief naar de sociale werkers gaan, maar die zien ze als een cliënt. Sommigen die hebben ook, ik ga niet iedereen over inkomens, maar het is wel anders. En hun houden werk en privé strikt gescheiden. Maar nogmaals, ik ben gewoon een voorstander als je met jeugd werkt en zoiets, moet je gewoon helemaal flexibel gaan opstellen en zoiets. En je kan niet om... Ik ben daar vaak tegengekomen tegen de bureaucratie. En dan heb ik het eigenlijk over social workers en zoiets. Dat ik bijvoorbeeld met een crisisgeval om 4:30 hun belde op een vrijdag. En ja, nee, dat gaat nog niet, het is 5:00. En ja, dan moet je zo'n jongen tot maandag laten wachten en zoiets. En dat is het verschil tussen mensen met vanuit het hart werken en mensen wat echt dik betaald krijgen. En dat vind ik best wel een gemiste kans. En daarvoor hoop ik dat er... Dat er echt meer flexibiliteit in mag komen in de social work en zo is dan echt naar vanuit het hard werk. Jongeren hebben het echt heel erg hard in deze maatschappij en daar vergissen zich even mensen in. De maatschappij is echt hard, alles loopt door en zo is. Why is it there one point for young people, most likely, for young people, there should be a one point where everyone can go to, you know, and do their talk and look with other people who are caring, like person to person, like human to human, you know, just hear you out, watch what you can do,
And nothing less, nothing more. Dus je moet wel een persoon hebben waar het ook mee klikt en waar het goed mee gaat. En die je ook snapt. Als dat in dit geval niet is wat bij mij in het begin was, dan werkte ik ook niet mee. Ja, ik vind dat zelf zo altijd, een, dat is mijn passie en zoiets. En ik ga daar echt op zoek in coffeeshops, maar ik spreek soms ook gewoon op straat. Als iemand bijvoorbeeld op straat aan het blowen is, een jonge gast, dan hey, kerel, een box, en, snap je, ik wil de verbinding met hem maken en zoiets. En, ja, zo hoor je gewoon die verhalen en zoiets. En dan door hem leer je weer anderen kennen en zoiets. En meestal is het altijd dat we contact krijgen via social media. Hey Martijn, bedankt. Ja. Hey kerel, bedankt, jong. Ja, ik zie ze echt als familie, als, ik weet niet, toch in hetzelfde schuitje en zoiets. Het enige is, ik ben dan stukken ouder. En hey Stefan, ik hoor dat ik vroeger zo iemand persoon had, snap je? Dat denk ik soms ook aan. Ik hoor dat ik vroeger eens bij iemand kon wat mij serieus nam en zo. Dat heb ik altijd gemist. Yeah, my first impression was of Mario is this a good man. He wants something good in us and I don't know what, but first I need to speak to him. And the first thing what he told me, you're on speed. And I was like, how do you know? You know, how I seen you just now a second time, you know, how you've got the guts, you know, just to tell me, motherfucker, you're on speed. You know? So I thought, fuck. How? You know? And yeah, then he came by with his story, actually. Omdat Mario zelf een heel moeilijk leven heeft gehad en ook tegen heel veel dingen aangelopen is. En dat gebruikt hij ook heel vaak en dat maakt van hem een sterk persoon, waardoor jongeren ook heel makkelijker naar hem gaan luisteren en ook raad van hem gaan opnemen en ook de dingen gaan doen die hij voorstelt. Ik ben zelf een heel schuchter persoon geweest en ik kropte heel veel dingen op en bij hem kon ik heel veel vertellen. En hij was gewoon het perfecte luisterend oor voor mij. En dat heeft heel veel geholpen. There was a kind of feeling what he gave me was like a feeling like, hey, I see something that's wrong in your eyes, yes. And you are or on drugs or you have done this or this, but it's bad. And it's this something and I see it, but I'm... Yeah, your father, yeah, I'm here and you can tell everything. You don't have to be worried. I'm not a badass that are gonna tell to some social worker that you are on it or you are on this or this. And that was the thing what we liked, not only me, but also Alex and also the other children, because whoa, there is a person who talks normally like we wished, like our parents did. Puts a lot of trust in them, and one of the catchphrases he likes to use is, I need you, we really need you, because you have something that we can't find somewhere else, and the institutes don't have what you have, and that's originality, that's your own self being. And yeah, if people like Mario tell you something like that as a troubled youngster, you go through the roof. Am I important? Yeah, you're important.
And that's what Mario is. He makes and he really genuinely believes they are special. And that what clicks. He's real. He's not a fake. He's not an institute. He's not a professional. And that way, he's genuine. Het zorgt dat ze kunnen praten. Het is heel moeilijk, maar als de jeugdigen als de volwassenen de jeugd niet snappen, dan is er geen verbindenis. Dus de ouderen weten niet wat ze met de jeugd moeten, de jeugd weet niet wat ze met de ouderen moeten. Maar is er verbindenis tussen de mensen die de jeugd niet snappen en de jeugd die de volwassenen niet snappen? Dankzij mijn verleden, jammer genoeg, want geloof me, ik voel me daar nog elke dag schuldig over. Het is niet zo, joh, mijn verleden en zo. Want ik heb echt elke dag verdriet, geloof me maar. En omdat ik gewoon echt slecht ben geweest, dat heeft me wel gemaakt tot wie ik nu ben. En ik ben kwetsbaar, ik ben heel erg gevoelig. Ik ben een luisterend oor en eindelijk weet ik eens waar ik goed in ben. En dat is gewoon mijzelf zijn en mij gelijkwaardig opstellen en zoiets. En dat zit, meer hoef ik niet in mijn leven. There's not a room in Maastricht where he visits where he doesn't connect with youngsters in a way nobody else can. It's so very important to connect with youngsters on the level he does, and we don't see that a lot. And the stupid thing is, all the professionals all talk about it. Oh, they all agree on it. Mario, his way is good and it works, but nobody does it. Nobody wants to commit to it because it has to do with a lot of trust. Nobody's putting trust in a guy like Mario, who used to be a user, who used to be a criminal, who used to be an asshole. So that's really important for us as a project. We're going to put him in a place where everybody has to be confronted with the new way of working. The switch in this field is really needed, and I'm going to try and put him in front to show everyone it's okay. We don't need to be perfect, as youngsters connect way better with people that are not perfect than with a high educated professional. And that's what we're going to make of Mario.